Dit is mijn mama. Dit is mijn papa. Dit ben ik. Dit is mijn broertje. En dit is mijn kleine zusje Sam. Hij zegt Millions. Goedemorgen dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het woensdag en we hebben gisteren te horen gekregen dat de scholen weer open gaan. En dat vinden wij best wel lekker. Ja, de laatste paar dagen dat we nu dus even dat huiswerk moeten gaan doen. En ja, het gaat nu eigenlijk super goed, je zit nu in het ritme. En het is nu 7 uur. Ik ga even lekker wat eten maken, wij gaan gelijk starten. Hebben we weer meer aan onze dag. Goedemorgen. En dus jongens, de scholen gaan open. Wat vind je ervan? Vandaag! Nee, na het weekend, na jouw verjaardag. En het is weer woensdag en woensdag ga ik wegen. Want zoals jullie weten zijn Jip en ik weer lekker in ritme met gezond eten, lekker bewegen. Jip zet heel veel stappen op een dag. En ja, ik ben benieuwd hoeveel jullie denken dat ik nu weeg. Ik ben 1,79. Dus ik ben benieuwd of jullie het goed hadden eigenlijk. 96,6. Ik begon eind... Nee, sorry. Na de eerste week van januari. En toen woog ik 102,6. Dus aardig wat kilootjes eraf al. En mijn doel is nu eventjes richting de 93 te gaan. En go. Bos, schip, elf, de, eet, weet, dag. Goeiemorgen. Dit is ondertussen alweer 10:15 en we hebben al een halve dag erop zitten. Maar dat mag de pret niet drukken. Kijk, wat heb jij gegeten? Wat eet jij? Het is ondertussen 11:30. Ik heb campagnefoto's gemaakt voor de Wii en video gemaakt voor Urbanista. En ik heb vandaag dus echt mijn dag niet. Dus ik heb elke keer geprobeerd te vermijden om die camera erbij te pakken. Maar ik dacht, this is also my life. I'm very cranky today. Ik ben nu 4 weken bezig met mijn dieet. En wellicht dat het daar wat mee te maken heeft. Of dat ik ontstaan moet worden, ik weet het niet. Maar ik kom niet uit deze vibe. Ik heb de kids voor de tv gezet. Seth ligt te slapen. En ik wil allemaal dingen gaan doen vandaag. Maar het enige wat ik letterlijk ga doen is ook op de bank zitten. En dan hoop ik dat ik mezelf een soort van een beetje kan slepen uit deze gevoel. Ik ga eerst even eten. En ik heb heel veel de vraag gekregen van wat ik nou eet als ik op dieet ben. Ik doe met Luc zijn dieet mee. Dus vaak bepaalt hij dan een beetje wat ik eet. Maar vaak begin ik in de ochtend met scrambled eggs. En eet ik in de middag eet ik vaak. Als ik ga paardrijden eet ik eerst een banaan met walnootjes of zo. En anders eet ik een crackertje met avocado en kaas en komkommer. Zoiets in die richting. Of met een eitje erop. Als ik geen scrambled eggs in de ochtend heb gegeten. Ik woog toen ik begon, begin januari woog ik 65,6 en ik woog vanochtend 62,4. Ik vind mezelf niet per se dik, maar ik wil graag proberen mijn lichaam wat strakker te krijgen. Dus vandaar dat ik de dieet doe en mijn bewegingen doe. Maar goed, ik heb vandaag dus niet echt een hele lekkere dag. Normaal gesproken loop ik elke dag 15.000 stappen, maar het regent ook. Dus ik heb ook geen zin om naar buiten te gaan. En ja, sorry, het is een beetje Debbie Downer vandaag, maar ja, Luc zit nu in bad en ik ga maar eens even kijken of ik wat kan eten. Ik heb hem nog niet ontbeten, I know, echt super slecht, want het is ondertussen 11:30, maar ik ben dan gewoon veel aan het werk geweest, dus dan vergeet ik het eigenlijk. Dus ik ga nog even de scrambled eggs maken, dat vinden de kids ook lekker, dus die kunnen dat ook dan gelijk eten. En ja, dat is. Ik heb ondertussen wel ook een backup gevraagd. Ik heb aan mijn moeder gevraagd als ze geen zin heeft om op 3 kinderen te passen. Alvast vanavond en vanmorgen. Dus als dat dan kan, dan heb ik iets om vooruit te zien.
Ik denk ook dat het komt dat het kind weer spannend vindt dat A de school open gaat. B is niet naar buiten kunnen, ze kunnen hun ei niet kwijt, dus ze zitten nu binnen veel. Wij staan dan aan het werk, naast dat zij hun huiswerk moeten doen. Dus dan zijn het allemaal verschillende dingen en dan worden ze gewoon echt vervelend. Dan gaan ze een ruzie maken met elkaar en dan moet je elke keer ertussen zitten. So, it's not a good day today. Nope, 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 nope. Oké, je moet niet chagrijnig een app gaan openmaken, want ik snap er helemaal niks van. Ik ben er nou weer helemaal klaar mee, maar het staat erop. Ja, dat is heel stomme goed. Rot app, dat is. Nee, het is gewoon een leuke goede app. Nee, het is niet een leuke goede app, maar hier kan je precies zien wat ik heb gegeten. Half avocado, 2 keer cottage, scrambled eggs, ik heb een cappuccino gedronken. En dan heb ik in totaal nu 429 calorieën gegeten. En hier staat 1730, maar ik probeerde 1600 calorieën maximaal. En hij houdt ook mijn stappen bij, zag ik. Dus dat is leuk. Ja, pak ik... Kim. Heeft hij hem overgenomen? Ja, hier staat. Ik heb al veel gezet vandaag, namelijk. 144 stappen. Nice, nice. Ja, super. Ja, lekker. Maar goed. Mijn oom vraagt wel eens. Mag ik dit nog? Mag ik dat nog? Ja. Voor wat ben ik dan met jou samen? Als jij daar niet gewoon normaal antwoord op geeft. Ik ben met jou samen, met je voedingsschema's en je personal training en shit. Dat gaat uit. Ja. Terecht. Oké, mijn camera was even vol. Dat was ook maar goed ook, want hij ging domme dingen zeggen. Moet hij niet doen als ik zag. Je weet dat ik zag rijden. Ik zei dat ze soms dan vraagt, wat mag ik nog, wat mag ik niet? Ja, jij weet daar toch het antwoord op. Voor wat moet ik een app doen als jij het antwoord erop weet? Ik niet weet wat zij verder heeft gegeten, precies. Jawel, ik zeg dat tegen jou dan wat ik heb gegeten. Ja, nu. Maar het is belangrijk om het bij te houden, zodat je weet wat je eet en weet wat je mag. Ja. Dus, jij weet dat je nu nog lekker wat mag eten waar je zin in hebt. Ja, want het is 12 uur. Ik mag hopelijk nog wat mag eten waar ik zin in heb. Maf, Kees. Dus oké, maar stel je voor, ik heb nu zin in een Snicker. Mag, als jij onder die calorieën blijft. Pak ik nog steeds af als ik een Snicker eet. Of je kan gewoon, desnoods, je kan 2 pizza's eten op een dag. Alleen dat. En dan val je ook af. Dat is alleen niet goed. Je valt niet goed af. That's the difference, jongens. Bam! Ik heb het zo zwaar op dit moment. En ben je blij dat ik iets van de school ga of niet? Ja, ik ben ook blij dat ze vanavond naar mijn moeder gaan. Doeg, zeg ik tegen ze. Doeg, zie je volgende week weer. Nee, we gaan vanmiddag. Wolf heeft voetbal. Wolf heeft paard en les. Ja. Ik ook. Ga mijn moeder facetimen. Zie hoe vies weer het is. Hoe ga ik mijn stappen halen? I know. I have no stap either. Ik ben nog helemaal niet buiten geweest, want ik zat toen het nog droog was, had ik allemaal meetings. Ja. En het is ook echt wat regen. Gisteren was het een beetje aan het miezen, dus ben ik ook gewoon gegaan. Maar nu is het echt regen. Nu is het wel echt regen. Ik weet het ook nog niet. Ik heb ook nog niet gekeken wanneer het stopt, maar volgens mij stopt het niet. Nou, het leven stopt niet, man. Dat is het hele probleem. Het stopt niet. Het gaat maar door en door en door. Dat is ook de bedoeling. Leo, man, kijk wat Leo doet. Hij zit gewoon op de... Nou ja, zeg. Wat doet hij nou? Kijk nou! Een hele goede morgen. Liv en Wolf zijn gisteren heb ik naar mijn moeder gebracht. En ik heb nog 1 klein moppen thuis. Wie is er thuis? Ik. Hoe heet jij? Sef. Sef is thuis en ik ben voor Sef. Wat ben ik aan het maken? Een croissantje! En wie heeft er net gepoept? Jij, lekker. En ik woog vanochtend op de weegschaal 61,9. Kijk eens. Ik heb haar haartje maar gedaan. Dan ziet ze altijd wat liever uit. Waarschijnlijk bedriegt. Terror Sef. Goedemiddag jongens. We zijn hier in kantoor. Jip die is even weg. En ik ga alles weer eventjes een beetje hier opruimen en gezellig maken. Want de school thuis is voorbij.
We hebben hier beneden ook nog best wel wat aan school gezeten. Dus eventjes weer alles netjes opruimen en gezellig maken. Ik ben net thuis. De kids zijn nog even boven en Luc staat buiten. Ik had een afspraak, het duurde allemaal lang en ik ben eindelijk thuis. Dus ik wilde jullie nog even het kantoor laten zien, want Luc had die heel lief een beetje weer voor me opgeruimd. We hadden al onze MacBooks zijn nog steeds boven voor in verband met school en wat ingeknutseld. Maar ik heb jullie het kantoor eigenlijk helemaal nooit laten zien, dus ik dacht, ik laat het jullie het even zien. Ik heb heel veel spullen gekregen van Westwing, van wat er staat heb ik altijd. Maar er wordt altijd vaak gevraagd waar ik mijn spullen vandaan heb. Dus in de link in mijn beschrijving kan je alle linkjes vinden van alle spullen die ik je nu laat zien in het kantoor. Alles is dus van Westwing en we zijn er mega happy mee. Dus ik ga het je even laten zien. Bij ons hier beneden de hal. Wij wonen op de eerste verdieping. Dus dit is de begaande grond. En dan hebben we hier onze garderobekamer. En dan hier is onze wc. En dan kom je dus hier is onze tuin en dan kom je dus in ons kantoortje uit. Dus we hebben deze tafel, komt van Westwing en de stoelen komen van Westwing. Dus dat ziet er zo uit. En meestal staan onze computers dus hier. Daar staan de trui, we hebben er niet meer zoveel over. En de verzenddozen, dus hier pakken we ook alles in. En we hebben hier dus ook een kant of een keukentje zitten. En we hebben heel schattig al deze leuke bekers met Live Like a Wolf erop. Een koffieapparaatje. En dit is dus de hal. Daar kom je binnen bij ons. En dit is de kantoor. Meestal staat dus hier onze MacBooks. En het grens is nu donker, maar het grenst aan de tuin. Dus we hebben deze soort van ovale tafel. Met een beetje, het is een hele mooie tafel. En deze stoelen horen erbij. En we hebben hier onze mooie mascotte. Deze kan licht geven. De lamp hier is ook van Westwing. Deze lamp hebben we van Westwing. En deze lamp hierboven is ook van Westwing. Jongens, dat was de vlog weer. Dankjewel voor het kijken. We hebben morgen niet zo'n hele speciale dag, dus morgen gaan we niet zoveel doen. Jawel! Wat dan? Ik ben toch jarig? Oh ja, Liv is morgen jarig en die wordt 5. Nee, 7. Oh, 7. Waar blijft de tijd? Gisteren was je nog net geboren. Nee. Oké, en wat zeggen we dan? Mooie vlogdag! Doei!